Ramses Shaffy was de god van Nederland. Voor mannen en vrouwen waren verliefd op hem. Hij was, als hij een ruimte binnenkwam, dan week iedereen. Want daar kwam iemand binnen van, wat is dit? Als hij op toneel stond, speelde hij andere toneelartiesten, acteurs weg, omdat je alleen maar naar Ramses zat te kijken. Dus op het moment dat ik ontdekt werd door Ramses en op het toneel mocht staan, dacht ik, dit is liefde. Dit is het mooiste wat mij kan overkomen. Ik had natuurlijk een verschrikkelijke verhouding met een schrijver. Sis Notenboom? Ik wil zijn naam niet eens meer noemen. Annemarie, help me. Wat zit je? Goed. Ja, ik dacht, ik ga discreet zijn, maar ja, als uw vriendinnen dat niet zijn. Ja. Dat was een vreselijke verhouding en ik werd klein. Tetois soit belle was dat. Hij vond mij lelijk, ik had geen talent en God mag weten wat. Dus wat gaf Ramses mij op het toneel, in welk duet dan ook, liefde. Dus en nog steeds, als ik aan hem denk hoe wij optraden, het was liefde onder, met elkaar, de blikken, de liederen, terwijl wij nooit een tenemer een verhouding hebben gehad. Dus het was universeel. En dat is tot zijn dood doorgegaan. En wij wisten niet, gek genoeg, dat we beide adoptiekinderen waren. En dat gebeurde, want we hadden onze problemen vertelden we nooit aan de ander. Als er liefdesverdriet was, of dat weer een geliefde wegging, bij mij of bij hem, wij vertelden elkaar geen leed. Dus wisten we ook niet dat ik niet List heette en hij niet die snellen. Tot wij een tournee hadden in Indonesië. En daar kwamen de verhalen erboven dat hij. En toen wisten we voor het eerst, oh jij ook. Ja, ik ook. Weeskind. Nou. En dus beseften wij voor het eerst waarom die band zo was als hij was. Pleegkinderen vertellen hun verhalen niet aan een ander. Het feit waarom wij zo die chemie met elkaar hadden. En ook daar ben ik weer dankbaar voor. Mijn leven is dankzij ook Ramses Shaffy rijkdom geworden. En als ik aan hem denk, dan denk ik, Annemarie zit daar, ik zit hier. Hij is overal.